Goed kijken naar de wedstrijd tussen Cambuur Leeuwarden en Top Os. Met ook een handjevol uitsupporters daarachter in het vak. En die zien de vrije trap van de Ossenaren. Bal schiet door en de eerste kans is er toch voor Lars Nieuwpoort. Die zijn debuut maakt vandaag in het shirt van Top Os. Speelde op 19 april 2023. Zijn laatste wedstrijd dat was voor RKC. Kansje nog voor Cambuur. Ook deze gaat naast de eerste helft valt tegen voor de Leeuwarden. Maar binnenkort krijgen ze steun van deze Vito Vormgoor. De centrale verdediger heeft getekend voor Cambuur. En dan Top Os met een kans. Allemeers. Hij kopt die bal zomaar op de paal. Goede kans om de voorsprong daar te pakken. Mogelijkheid voor Arthur Allemeers. Die daar ondertussen is blijven liggen in dat 16 meter gebied. En dan fluit scheidsrechter Van der Laan af voor een blessurebehandeling voor Allemeers. Maar gevaar dus van Top Os. Hier een lastige bal boven op de lat. En dan stond keeper Mike Havenkot die bal nog maar eens een keer weg. Voor een hoekschop voor Cambuur. Die wordt genomen door Breij. Die draait richting tweede paal. En daar staat Remco Balk. Het duo Balk en Breij. Wederom succesvol. De voorsprong is daar, die corner gevaarlijk dat 5 meter gebied ingeslingerd. En dat is iets wat we Cambuur wel vaker zien doen. Want Top Os, weer met Allemeers, dat schot gaat zomaar binnen. Het is de 79ste minuut. En Top Os komt langzij, vorige wedstrijd gewonnen. Thuis tegen Telstar en nu in Leeuwarden. Een gelijke stand op het scorebord. Dan hier, uit een corner, zowaar de voorsprong. Rochon van Eijma, de centrale verdediger, kopt binnen. En waar Top Os eerder dit seizoen thuis met 8-1 op de broek kreeg van Cambuur, staan ze nu in Leeuwarden met 2-1 voor. Dan loopt de 90ste minuut inmiddels. Is er volop gewisseld. En is er hier een mogelijkheid tot schieten van Breij. Het is Giovanni Troupé die daar de bal wegkrijgt. Aardige kans dus op 2-2 in de extra tijd. Yannick van Os loopt ook mee naar voren. De keeper van Cambuur, bal nog een keer ingebracht. Het schot is daar, bal blijft daar wat hangen. Havenkotten en dan valt Remco Balk tegen de keeper van Top Os aan. En die is natuurlijk boos in de extra tijd. Van der Laan zegt, ik stop de tijd even. Maar vervolgens moeten ze naar binnen omdat er een bekertje wordt gegooid. En dan is er nog maar nauwelijks iets te spelen. Of de wedstrijd wordt in ieder geval tijdelijk stilgelegd. Velen zien het dan wel niet meer zitten en gaan richting huis. Want dit is toch een teleurstellend resultaat. Cambuur Leeuwarden verliest thuis 2-1 van Top Os.